Goedendag en welkom bij deze tweede aflevering van het derde seizoen. Ook deze aflevering een wedstrijd uit de derde provinciale. We trekken naar Bilze, waar Belizia B het bezoek kreeg van Veldwezelt. Welkom bij LR Sports. Belizia B tegen Veldwezelt. Het is een wedstrijd die we ook vorig seizoen al tegenkwamen, maar dan wel een niveautje lager. Beide ploegen slaagden erin om te promoveren uit de vierde provinciale. Belizia B kon dat na een zinderende eindronde en wil zich nu in de derde provinciale ook van zijn beste kant tonen. Op de openingsspeeldag lukte dat al vrij aardig door een 2-0 achterstand tegen het gedegradeerde Henes om te buigen in een 2-2 gelijkspel. Tegenstander Veldwezelt pakte vorig seizoen eigenlijk vrij eenvoudig de titel in de vierde provinciale en wil zich als kampioen ook van zijn beste kant tonen in de derde provinciale. Op de openingsspeeldag verloor het wel met 0-1 tegen titelkandidaat Houtalen VV, maar naar eigen zeggen zat er ook voor Veldwezelt veel meer in. In Bilze wil het op zoek gaan naar zijn eerste punten van het seizoen, want hoe langer je op 0 blijft staan, hoe moeilijker het wordt. Bij Belizia waren met Vossen en Nielsen twee belangrijke spelers afwezig. Positief nieuws was er wel, want zowel Somers als Oetkin hebben de trainingen hervat. Laatstgenoemde nam zelfs op de bank plaats en was klaar om enkele minuten te maken. Goossens was terug uit vakantie en nam eveneens plaats op de bank. De bezoekers konden niet rekenen op Buntings en spelertrainer Koen Hustings. Hustings ontbrak door een rugblessure, maar nam wel plaats in de dugout. Als trainer uiteraard. Naast de drie punten ging Veldwezelt ook op zoek naar de eerste doelpunten van dit nieuwe seizoen, al is er van paniek uiteraard nog geen sprake na amper één gespeelde wedstrijd. Beide ploegen gingen dus op zoek naar de eerste drie punten. Ref van dienst was Ronnie Geris. In hun openingsfase zonder kansen is het wachten tot een kleine 10 minuten voor er dreiging is. De voorzet van Geurs kan door Mergiers net niet richting het doel worden gekopt. Ook Belizia creëert niet zoveel in de beginfase. Het zijn vooral lange ballen die gevaar moeten stichten vooraan. Op het kwartier kan het toch eens tot een kans komen. Pauls vangt de bal op en probeert het van op een afstand. Maar Silkens heeft er geen problemen mee. Halverwege de eerste helft toch nog eens Veldwezelt dat het neus aan het venster steekt. Een mooi uitgespeelde aanval eindigt bij Lefriek, die het van net buiten de 16 probeert, maar Maartens heeft een prima parade in huis op zijn schot. In het slot van de eerste helft nog even wat gevaar. Het is opnieuw Veldwezelt dat daar kans gaat. Het zijn eigenlijk dezelfde hoofdrolspelers als daarnet. Mergiers bedient Lefriek, maar opnieuw is Maartens bij de pinken. Na een wisselvallige eerste helft is het 0-0 aan de rust. Waar de thuisploeg in de eerste helft amper tot een kans kwam, is het nu al na een minuut zover. En het is zelfs de grootste kans van de partij tot nu toe. De schaatser bedient Mussolin, maar die laat de opgelegde kans liggen. Dit was dé kans op het openingsdoelpunt. Vanaf dat moment zitten we eigenlijk in een nieuwe wedstrijd, want door de extreme regenval wordt voetballen plots bijzonder moeilijk. De Bilzenaren lijken daar aanvankelijk snel gebruik van te maken. De bal belandt met wat tussenstations bij de schaatsen en die trapt via een bezoekend been de bal tegen de netten. 1-0 voor de thuisploeg, terwijl zelfs de spelers bijna niet meer zichtbaar zijn tussen de regendruppels. Spelen in deze regen blijkt plots een hele opgave te zijn, want de bal wordt steeds vaker afgeremd op het natte kunstgrasveld. En het mag dan plots wel gestopt zijn met regenen, het veld wordt er allesbehalve beter op. De bal blijft nog altijd hangen en goede acties maken zit er vooralsnog niet in. Geurts probeert het wel te doen en krijgt de bal ook voor het doel, maar Mergiers weet de voorzet niet af te ronden.
Veldwezel probeert zich terug te knokken in de wedstrijd en halverwege de tweede helft lukt dat ook. De lange bal blijft deze keer niet steken, maar wint aan snelheid door de bots. Browns is er als de kippen bij om de bal in het lege doel te trappen. Een gelukje voor de bezoekers, maar op dat moment zeker niet onverdiend. Veldwezel dus langs zij 1-1. Het zijn voor de bezoekers om erop en erover te gaan en plots gaat het heel snel. Een lange bal van Dane belandt via Browns in het centrum en daar komt Lefriek aangelopen om de bal beheerst in de verste hoek te krullen. De Lanakenaren buigen zo in 5 minuten tijd de 1-0 achterstand om in een 1-2 voorsprong. Een bevrijdende treffer, want nog geen 2 minuten later is er opnieuw gevaar. Een sterk spelende Browns zet de actie in en komt met een prima voorzet. Maar Jans kan Geurts net genoeg hinderen en weet zo de genadeslag te vermijden. En hoewel het overwicht plots volledig bij de bezoekers ligt, krijgt de thuisploeg plots dé ultieme kans op de gelijkmaker. Wawasu duikt alleen op voor Silkens, maar die verijdelt een tweede Bilzerse treffer. Belizia probeert wel op zoek te gaan naar een gelijkmaker, maar echt grote kansen levert dat nadien niet meer op. Wawasu wordt nog wel een keertje in de diepte gestuurd, maar besluit wat overhaast in de handen van Silkens. Het slotakkoord van de wedstrijd is voor de bezoekers en uitblinker Browns is opnieuw de belangrijkste man. Hij zet zelf de actie op, bedient Mergiers en staat volledig vrij om dienstvoorzet tegen de netten te kopen. 1-3 en de boeken zijn nu volledig toe. Het is ook meteen de laatste kans van de wedstrijd, want 5 minuten later fluit Ref Geres voor het einde. Veldwezel buigt de scheve situatie helemaal om en wint al bij al verdiend in Bilze. Veldwezel pakt dus de volle buit in Bilze en kan zo zijn eerste 3-punter van het seizoen pakken. De man van de wedstrijd was Christophe Browns, die met 2 doelpunten en een assist een voet had in de 3 doelpunten van de bezoekers. De reacties met voorop diezelfde Christophe Browns. Ja, zij komen ook van vierde provinciale, net als wij. En dat zijn misschien nog wel de moeilijkste matchen. Vorige week we hebben niet echt een heel goede voorbereiding achter de rug. En dan tegen Houten al een heel sterke club. Ja, speel een goede match, maar belonen we onszelf niet, verliezen met 0-1. En ik had een beetje schrik dat we vandaag een beetje het gingen onderschatten, aangezien we vorige week goed spelen. Zij komen ook van vierde. Vorig jaar waren wij boven hun, dus dat is, ja, de kans op onderschatting was hoog. Allee, daar had ik wel in mijn hoofd dat dat wel kon gebeuren. Ja, we wisten dat het een moeilijke match ging worden. De eerste helft was het vrij dicht bij elkaar, vond ik. Ik vond het niet dat we de mindere ploeg waren. We gaan met 0-0 de rust in en dan vind ik dat we de tweede helft beter beginnen. We komen dan op 1-0 en dan misschien nog wel wat kansen die we eigenlijk zouden moeten afmaken, maar oké, dat kan gebeuren. En dan begint het heel hard te regenen, wordt het heel moeilijk bespeelbaar het veld. En ja, dan gaan er wat dingen mis. Dus dat kan gebeuren natuurlijk met zo'n omstandigheden. Dan krijgen we 3 goals tegen. Ja, dat is natuurlijk heel vervelend, maar dat is voetbal helaas. We beginnen goed aan de wedstrijd. Op een gegeven moment hebben we gewoon de wedstrijd in handen. En dan krijg je een stomme goal binnen, eigenlijk, afgeweken bal. En dan moet je gewoon rustig blijven. Ja, het weer zat niet echt mee. Maar ja, gelukkig zetten we dat nog om naar een mooie 3-1, dus, of 1-3. Dus het ging goed. Vorige week was ook een andere wedstrijd. Ik had ook een doelpuntje gemaakt, gelijkstand. En toen hadden we ook alles gegeven, want er stonden Ors eerst 2-0 achter. Tweede helft hebben we meteen omgeschakeld. En toen heb ik gelijk 1 punt gepakt in de eerste wedstrijd. En toen dachten we van, de volgende wedstrijd moeten we ook pakken. Maar ja, eindstand is niet ons geluk. Maar ik hoop volgende week tegen Membrugge dat we
volle gas onze derde 3 punten kunnen pakken. En dat we een nieuwe start kunnen beginnen. Zodat we in de toekomst en later veel hoge niveaus kunnen behalen, hopelijk. Koen is een coach van beide voetjes op de grond. Ik speel sowieso, of ik ga er altijd vanuit om de underdog te zijn. Dus we zullen wel zien waar het eindigt. Maar normaal gezien moet je toch wel met deze ploegje het maximum eruit proberen halen. Dus, De ambitie van dit seizoen is vooral wat ik wil met deze club, is vooral sowieso tweede provinciaal spelen, want we spelen in derde. Gewoon veel ver komen en punten pakken en geloven in jezelf. En dat is wat ik eigenlijk wil van het team en het team zelf ook, hard werken. Verliezen kan, maar daar pakken we terug en gewoon vaak mogelijk trainen en alles geven wat we hebben. Middenmoot, denk ik, tot wel een juiste ambitie is. Ik denk dat er wel een paar ploegen bovenuit steken. Houtalen was een goede ploeg. Ik denk Pisa ook wel een goede ploeg is. Dus laten wij tussen plaats 6 en 10 daarop mikken. En dan is vandaag een heel goed resultaat. Ja, ik denk dat we vorig seizoen hebben laten zien dat we een ploeg hebben die goed kan voetballen en die het verdient om een derde te spelen. Dus ik denk dat wij toch zeker voor behoud moeten spelen en moeten meedoen voor zo hoog mogelijk. Ik zeg niet dat wij voor de titel kunnen meespelen natuurlijk. Maar ik denk wel dat we een goed voetballende ploeg hebben die het verdient om een derde provinciaal te blijven. Laatste vraag, als je dan deze avond afsluit, is er dan iets of iemand die je gemist hebt deze avond? Goh, iemand die we gemist hebben. Ik denk dat we een heel brede kern hebben. Ik denk misschien een type Vincent Goevaerts mag er misschien altijd wel bij. Maar we hebben een kern met veel kwaliteiten. Dus zelfs als er spelers afwezig zijn, moeten we eigenlijk altijd onze match kunnen winnen. Zo, ook de tweede speeldag van het provinciale voetbal zit erop. Ik wil u graag bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Dag.